er is natuurlijk het grote project van Zagen op de Wind, wat in juni gaat plaatsvinden. We hebben hier Andrea Doorstijn, die is regisseur. En we riepen van, of zij zegt van, nou, ik heb nog wel een eenactor liggen. Wij kunnen dat ook wel. Speciaal voor senioren. En zo is dat gekomen. En toen hebben we dus de toneelspelers erbij gezocht. En er kwam steeds meer bij. En er is een koor bij. En er zijn liedjes bijgekomen. En dan is er een decor. En dan zijn er mensen nodig voor het licht en het geluid en de opbouw. En nou, zo is het een heel project geworden. Ja, want als ik binnenkijk, nou, er staat nogal wat. Want jullie doen hoeveel voorstellingen? We doen 2 voorstellingen vanmiddag, 1 om 2 uur en 1 om 4 uur. We zouden er eerst 1 doen, alleen om 2 uur, maar er was zoveel belangstelling. Toen hebben we gezegd van nou, we doen nog een voorstelling. En spelen alleen uit Geesters mee? Ja, er spelen alleen uit Geesters mee. Ook mensen die bij Times Square zitten, dus die hebben wel ervaring met zingen. Nou, het koor doet mee, die zitten zelf ook op een koor, dus ja... Dus het is een hele leuke groep mensen en ze zijn er vanaf januari aan te oefenen, elke week. Elke week de toneelspelers, elke week het koor met de liedjes. En we hebben afgelopen zondag de generale repetitie gehouden en het is echt heel mooi geworden. Ja, dat gaan we straks zien. Ja, dat gaan we zeker zien. Speel je zelf ook nog mee? Nee, maar ik doe wel. Kijk, op de achtergrond zijn er beelden. En ik moet er zorgen dat het juiste beeld op de achtergrond... in zicht is. Oh, dat is dat doek wat daar achter. Ja, dat klopt. Ja. Ja. We hebben een heleboel vrijwilligers die hiermee helpen. En we hebben Rob Heemskerk die helpt met het geluid. Nee, met het licht. Ik moet het goed zeggen. Ed Vink die helpt met het geluid. Nou, dan hebben we natuurlijk de mensen die helpen met de zalen klaarzetten, met de opbouw. Die helpen straks ook weer met afbreken. Ja, we gewoon een heleboel vrijwilligers. We zijn ook al vanaf vanochtend bezig met opbouwen. Zo, dat is nogal wat, hè? Ja. Want hoeveel vrijwilligers heb je wel nu op dit moment? Nou, bij de zus zijn er wel 140, maar hier aan dit project werken er wel 25 mee. Maar ja, dan ben je, inderdaad, je was al bezig vanaf, zei je, januari? Januari zijn we al aan het oefenen, ja. En ja. Ook met zang? Met zang ook, ja. Ja, allebei. Ja, en de ene, op donderdag gingen we altijd de toneelspelers oefenen. Nou, op maandag zang en de laatste maand is het samengevoegd en dan ook in deze zaal. Dus het is echt, ja, Andrea heeft het echt als regisseur heeft het echt heel mooi gedaan. Is het dan niet jammer dat je het maar 2 keer doet op een dag? Want ja, je zou zeggen, waarom niet in een weekend bijvoorbeeld? Ja, de zus die is altijd door de week overdag. En ja, jullie komen het ook filmen, dus mensen kunnen het later nog terugkijken. Dus dat is al heel mooi. En ja, nee, zo hebben we dat gepland. En kijk, als we het nog een keer zouden doen, mensen gaan dan weer op vakantie en alles. Dus nu kwam het heel mooi uit vandaag. Ja. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes. Dankjewel.